in actie. Cultuur in actie in de fabriek in Utrecht. En rond dit uur, even kijken of is het volgend uur, zitten we bijna op de helft van de 6 dagen dat cultuur in actie gaat duren. Wordt afgesloten aanstaande vrijdagavond, is al 3,5 dag bezig. En een keur aan Nederlandse vertegenwoordigers van de cultuursector komt hier aan deze tafel langs. Iedere interviewer doet dat 4 uur per dag en wordt dan opgevolgd door een volgende interviewer. En nu zit bij mij aan tafel Freek Sluis. Freek, welkom. Goedemiddag. Je bent, ik vind dat hartstikke interessant, tweede fagotist in het Radio Philharmonisch Orkest. Ja, al 34 jaar. Het is bizar lang. Wie kan het nog zeggen dat hij zo lang in dienst is van één werkgever? Nou, ik heb inderdaad 2 bezuinigingsrondes doorstaan. Dan moet je heel goed zijn. Ook in uithoudingsvermogen van alle gedonder en ellende. Ja, je bent ook goed in de bureaucratie, bedoel je? Of, Nou, een bezuiniging is altijd heel pijnlijk. Ja. Er verdwenen steeds maar orkesten. Bij de laatste bezuiniging in 2013... zijn heel veel theaterbedrijven gesneuveld en allerlei aanpalende instellingen en instanties. Dat was de periode Halbe Zijlstra, ja, die toen de staatssecretaris van cultuur was. Ja, dat was die heeft de houtzaag erin gezet, de cirkelzaag. Zeker, en hef een ensemble op en de kans is zeer klein dat er ooit nog weer iets gelijkwaardigs terugkomt. Maar jij bent er nog, 34 jaar, en je hebt je koffer meegenomen. Ja. Voor degenen die niet meer precies weten hoe de fagot eruit ziet. Precies. Het is anders dan de klarinet van Woody Allen. Ja. Speel je die ook? Ik speel alleen fagot. Ja. En ik speel ook wel andere fagotten, de historische fagotten, wat ik hier bij me heb. Ik ga dus elke dag naar mijn werk met een bouwpakket. Want het uit hoeveel onderdelen bestaat de fagot? Dat zullen we zo, kan je nu laten zien. Zullen we zo zien. Terwijl je dat uitpakt en in elkaar gaat schroeven. Wat mij zo'n groot risico lijkt van jouw vak, is dat je op een gegeven moment kiest voor een instrument. En dan moet je weten dat de liefde 34 jaar stand houdt. Ja, kijk, de liefde voor de muziek is iets wat blijft gaan. Tuurlijk. Maar dat instrument waar je alles mee kan, is het een vriend of een vriendin? Dat zou ik niet weten. Het is een medestander. En het is ook iets waar hard voor gewerkt moet worden. Je beheerst het niet zomaar. Ik zal eens even kijken. Is het een lastig instrument om te leren kennen en te leren bespelen? Het is niet plug and play. Nee? Wat met heel veel computermuziekjes misschien zo is. Maar een echt instrument kost meer dan alleen... dat moet je gewoon leren spelen. En dat duurt jaren. De rietjes zitten daarin? Dat klopt. Wij spelen op een rietje. Dat is een fluitje. Ja. Komt er zo ook geluid uit? Als je het, Als ik op blaas, klinkt het als een fluitje. En die maken we zelf. Ja. Is dat bamboe of wat is het? Het is een grassoort. Het is Arundo donax. Het groeit in Zuid-Frankrijk en in het noorden van Spanje. En dan hebben we nog een heleboel behandelingen te gaan om er zo'n spelend dingetje van te maken. Want het is inderdaad een bamboestaafje als het ware. Ja. We gaan er in vogelvlucht nog heen. Want ik kan me zomaar voorstellen dat jij 4 uur kunt volmaken met het vertellen over jouw instrument. Dit is een van de stukken van mijn fagot. Je ziet, het ding is gemaakt van hout. Het is esdoornhout. Deze is erg donkerbruin geschilderd, dus je ziet de tekening van het hout niet meer. Maar het komt van bijvoorbeeld het Tatra-gebergte of het Alpengebied rond Mittenwald. En het is ahorn dan in het Duitse, esdoornhout. Het heeft boven de 700 meter grens komt het vandaan. Het is langzaam gegroeid. Grappig dat die van esdoorn is, want ik ben gek op ahornsap, siroop. Oh ja. Dat natuurlijk in Canada en in Noord-Amerika. Ik gooi het in mijn kop. Maple, maple syrup. Ja. Daar is jouw fagot van gemaakt, van de esdoorn. Mountain maple. Ha. En je ziet, het is van hout, maar er zitten ook een heleboel kleppen op. Ja. Ik noemde net al de historische fagot. Het is ooit begonnen in 1500 ongeveer. Wie heeft hem uitgevonden? Ja, het is niet echt uitgevonden. Oh. Maar misschien de familie Bassano, muzikanten en instrumentmakers. En heb je een Stradivarius, een maker die fantastisch is, die je wil hebben, die je moet hebben, de fagot? Ja. Heb jij een goeie? Ik heb een goeie, maar ik koop een betere. Deze is klaar. Ik ben klaar mee. Ja, deze is heel goed. Maar er wordt er een voor me gemaakt. Waar? Door in Duitsland alweer, in Heusbach, een klein bedrijfje. Kijk, inmiddels heb ik een heleboel stukken aan elkaar gezet. Ja. 1, 2, 3, 4. Ja. Plus het rietje is al 5. Ja. En dan heb ik nog dat buisje, dat gaat erop. Ik zet hem even op de grond.
gaat erin. En dan had ik al een touwtje om mijn nek gehangen. Zodat ik... ja, dan doe ik toch nog even... Wordt die alleen gebruikt in klassieke muziek? Of zijn er ook hedendaagse... Billie Eilish of zo, ik noem maar een dwarsstraat. Ja, in de amusementsmuziek is het minder gebruikt, om het maar even zo te noemen, in de populaire muziek. Maar het is er wel. En er is ook in de jazz wel het een en ander geweest. En er zijn nog wel jazzspelers, het Australian Jazz Quartet. En in Nederland Jan-Willem van der Ham. En onze Bram van Sambeek, topfagotist, die speelt ook veel lichte muziek op zijn fagot. Die heeft Metallica en Pink Floyd op CD gezet samen met... Hammond Orgel met Sven Vigé. Speel jij wel eens iets hedendaags? Nou, ik speel... kijk, wat wij hedendaagse muziek noemen... is de muziek van de 20e en de 21e eeuw. Ja. Dus dat begint bij, laten we maar zeggen, Stravinsky... en de componisten van nu. Dus dan heb je in Nederland heb je Joey Raukens, Willem Jets. Ja. Dus dat is wat ik hedendaags noem. Is het bouwpakket compleet? Het zit nu in elkaar, inderdaad. Dit is het. Het weegt ruim 3 kilo... En ik heb er zitten 24 kleppen op. Die historische fagot die ooit begon begin 16e eeuw, die had er 2. Mm-hmm. Er stond uit 1 stuk hout. En gaandeweg zijn daar meer kleppen opgekomen. Maar veel mensen zien nooit hoe zo'n ding uit en in elkaar gaat. Nee, het is fascinerend om te zien. Concertbezoekers die naar Vredenburg of naar het concertgebouw komen. Wat ga je spelen? Ik heb een klein stukje Bach bij me. Ja, dat is alweer een goede vraag. Ik zal het ook nog eventjes pakken. Klein stukje Bach bij me. Dat is niet origineel voor fagot gecomponeerd. Heb je altijd muziek nodig? Bladmuziek? Ik kan sommige dingen uit mijn hoofd spelen, maar dit niet. Is het een ingewikkeld stuk? Nee, het is eigenlijk een stukje voor fluit. Maar het is... Als je 2 octaven lager speelt... Kan het ook. Dan past het ook wel op een fagot. Dus dat is, dat is wat ik van plan ben om te doen. We moeten het zal nu horen. Zal ik dat nu even doen? Ja, goed. Ik ben heel benieuwd. Nou, even kijken. Ga ik het toch even staan. Ja. Heb je een microfoon nodig of is die luid genoeg? Er staat iets klaar. Ja. Ergens hoor je ook de cello suites van Bach. Bach heeft een signatuur. Ja. En al zo lang. Het is zo bijzonder, vind ik, in de muziek dat het al zo lang stroomt bij mensen. Dat mensen muziek maken, dat mensen muziek willen horen. En want dat is als wij het Radio Philharmonisch Orkest in Vredenburg spelen in de grote zaal. Of in het concertgebouw in Amsterdam in de grote zaal. Die mensen komen naar ons. Die kunnen dat nu al maandenlang niet wereldwijd op dit moment. En je ziet altijd hoe fijn ze het vinden. En ik probeer ook altijd om mensen te spreken. Na afloop, in de pauze even. Of na afloop van het concert. En dan is daar altijd enorme waardering. Die mensen komen niet voor niets. Die hebben daar behoefte aan. En nou is in de discussie rondom het belang van cultuur, waar ik toch graag even naartoe zou willen, wordt altijd gezegd... we hebben cultuur nodig, want we vinden het zo mooi. Maar cultuur is er gewoon in de maatschappij. Ik bedoel, er is geen gebouw neergezet zonder dat iemand met, laten we hopen, visie op esthetica dat heeft neergezet. Nee, daar heb je gelijk. Maar we kunnen nergens naartoe. Ik bedoel, we horen jou nu spelen. Wanneer heb jij voor het laatst voor een klein publiek gespeeld? Zoals hier? Een live publiek heb ik heel lang niet gehad. Nee. Wij hebben gespeeld voor de gemeente Hilversum bij de 4 mei herdenkingsvieringen. Ja. En dat hebben we van tevoren opgenomen op video. Tweedehands natuurlijk, toch? Dat is uitgezonden. Ja. En hopelijk hebben we 18 en 19 juni weer
groter optreden in Vredenburg, wat waarom, ook gestreamd wordt. Waarom wil je hier zijn vandaag? Waarom vond je het belangrijk om je boodschap te vertellen? Nou, omdat de discussie over cultuur, die moet er gewoon niet zijn. Want cultuur is er. Natuur is er ook. En in cultuur gebrachte natuur ook. Die eten we op. Ja. Dus dat is gewoon iets wat dat hoort bij het zijn van mensen wereldwijd. Overleeft jouw orkest deze crisis? Nou, dat is een goede vraag. Dat kun je nog niet zeggen. Want daaromheen zit veel. Ik bedoel, de grote zaal van Utrecht en de grote zaal van het Concertgebouw, waar wij het meeste spelen samen met het Groot Omroepkoor. Als die overeind blijven, dan hebben we een podium. Ja. En er zijn natuurlijk inmiddels alweer kleinere theatertjes en organisaties, musea, die de deuren gaan sluiten. Ja. De Heksenwaag in Oudewater is maar een klein museum, maar die geven aan dat ze het niet redden zonder bezoek. En wij weten niet, kijk, er wordt gezegd die 300 miljoen, dat gaat naar de grote organisaties in Nederland, ja. Toneelgroep Amsterdam. Maar ja, goed, Carré hebben we hier net de directeur van gehad, die hebben ook geen subsidie. Concertgebouw, ik weet het niet. De hele Malerjaar is natuurlijk in duigen gevallen. Ja. Hoeveel mensen zijn er betrokken bij jouw Radio Philharmonisch Orkest? Waar hebben we het over? Nou, wij zijn in het orkest met 80 tot 100 spelers. Maar dan heb je nog het Groot Omroepkoor. Want wij vallen onder de Stichting Omroep Muziek. Ja. Ik pak ondertussen weer in. Ja, is dat ook weer gebeurd? Dus dat die met staf, daarbij zijn wij ruim 200 mensen in Hilversum. Ja. En daaromheen natuurlijk. Als wij in Utrecht spelen, dan gaan we met de bus. De busmaatschappij, die brengt ons. En de vervoermaatschappij, ik draag mijn eigen koffertje. Maar de grote instrumenten, de pauken en de contrabassen, die... Zullen we zeggen 200? Dat is het de grand total van wat we op het bord mogen bijtellen? Ik denk veel meer. In de kleine zin, maar als je het... In directe zin zijn het er ruim 200 in mijn bedrijf. Maar alles wat eraan hangt, dat is zoveel meer. Ik bedoel, dat instrument, dat metaal wat erop zit, dat komt uit de metaalindustrie in Duitsland. We hebben een fantastisch klein college gehad, hoe een fagot in elkaar zit. En vooral hoe mooi die klinkt. Zet je naam op het bord hier achter mij, de handtekening. En het aantal is bijgeteld op het grote scorebord. Goed. Dank je wel dat je hier was namens het Radio Philharmonisch Orkest. En ik wens je een heel mooi, snel... nieuw live optreden waarbij misschien ook het Groot Omroepkoor betrokken is. Dankjewel voor je komst. Nou, alsjeblieft.